Goedemiddag, Pierre. Goedemiddag. Zo. Ja, ik probeerde je net ook al te bellen, maar je was in gesprek volgens mij. Ja, ik kreeg een beetje een... Dit is best wel druk met bellen. Ja. Ik weet niet, van alle kanten. Ja, dus, ik ben hier ook druk met bellen. Oké. Je bent vandaag al de vierde. Zo, hé. Ja. Het is bij jou lekker druk ook. Ja, zeker. Ik heb Monique Smit en Sam de Wit van Replay, dus... Oké. Ja, ja. Leuk in ieder geval. Nee? Ja. Moeten we eventjes promoten, de nieuwe platen. Ja, zeker. Ja. Nee, altijd leuk, hè? Ja, zeker, altijd ja. Hey, welkom in de uitzending. Ja, zeg, geweldig. Je zit al geruime tijd in het vak, hè? Ja, dat klopt. Ja, 2008 ben ik met mijn eerste singeltje begonnen. En dat is vreselijk zin, ja. Dat was mijn allereerste singeltje. En ik moet ook zeggen, die kwam bij Radio NL best wel goed binnen. En op een gegeven moment werd hij gecoverd door Yves Beres ook, hè? Ja. Signaal heet het liedje. En hartstikke leuk. Ja, er wordt best wel veel plaat uitgebracht. Dus, tot heden gaat steeds... we komen steeds dichterbij. Dus, want ja, dat is natuurlijk altijd je grote wens, hè? Om... dat je toch in zo'n lijst terechtkomt en dat is natuurlijk ook de droom denk ik, van iedere zanger of zangeres. Ja, zeker, ja. Dus, maar goed, het gaat de hele goede kant uit. Ik moet ook zeggen, met de nieuwe single ook weer heel veel positieve resultaten en heel positief op gereageerd. Dus heel blij. Ja, deze nieuwe single, het is weer een heel ander geluid als je vorige, hè? Ja, hè? Ja. We gaan weer in het avondlicht hadden we. En dat was een beetje... Dat is toch weer heel anders, ja. En, maar ja, dat komt ook natuurlijk. Ik wilde wat vrolijks ook. En ik wilde ook een beetje een uptempo nummer. Dat was ook mijn volgende stap. Wel, zeg maar, dat ik wel in dezelfde lijn blijft zoals in het avondlicht. En dat is wel goed gelukt, moet ik zeggen. En ik wilde toch wel wat meer in zichtbaarheid komen. En ja, ik wil niet zeggen, het is toch een beetje pop nog. Pop. En het gaat een beetje naar de kant wat er momenteel allemaal gaande is, zeg maar. Gedraaid wordt, zeg maar, in de lijsten. Dus het sluit zich wel een beetje aan. Maar toch valt die op. Als ik dat zo mag zeggen, ja. En wat ik hoor om me heen. En ik moet zeggen, ik denk dat die wel goed gelukt is. Ja, ik denk het ook wel, ja. Dus, Je bent vandaag promoschijf hier op RTV Seaport. Oh, leuk. Hartstikke leuk, zeg. Ja. En dus, we gaan hem draaien. Ja, helemaal geweldig. Dus, bedankt. Tot de volgende single in ieder geval. Hè. Ja, we zijn zeker. We zijn al heel druk bezig. Dus, dan gaan we gewoon weer bellen. Dus dan hoor ik jullie wel. Gezellig. En, zeker weten. En een fijn weekend toe. En, het is hetzelfde. En dan luisteraars natuurlijk ook allemaal natuurlijk. Hè. Dus, ja. Nou, okay. Dankjewel voor het hey, hartstikke leuk. Hey, bedankt. Joe, groetjes. Doei. Dit is de promoschijf. Promoschijf. De wereld draait door. Dat houd je niet tegen. Met alles en nog wat, kijk wat er gebeurt. Soms denk je waarvoor, wordt er zoveel verzwegen. Je kunt weinig doen, als jij maar niet zeurt. Maak het iets meer, sta voor in het leven. Is een idee om inhoud te geven. De wereld is klein, je buurman bekend. Laat het anders zijn, maar blijf wie je bent. De wereld is grijs, maar die kun je kleuren. Jij maakt het verschil met dat wat je kunt. Eigenwijs. Laat iedereen lachen.
je iedereen gunt. Maak het eens mee, sta vol in het leven. Dat is hun idee, om inhoud te geven. De wereld is klein, je buurman bekend. Laat het anders zijn, maar blijf wie je bent. Kom vrede het leven. Dat is een idee om inhoud te geven. De wereld is klein, je buurman bekend. Laat het anders zijn. Maak het eens mee. Sta vol in het leven. Het is een idee. Ja, de allernieuwste van Peg Miles. Maak het eens mee.